Nummer 8 als eerste. De man van de Bissen Crossers is Nick Geerling. We gaan naar België. De man in ook het Belgische nationale equipe natuurlijk. Gino van der Weijer. En ik weet zeker dat de volgende man populair is. Laat je horen als hij je favoriete rijder is. FC Unitas, Jordi van der Heijden. SCC de Bissen Crossers. Hij is na een paar jaar sportklasse terug in de elite categorie. Laat je horen voor Dion Planting. We gaan naar de deurtrappers uit Lanschestel. Ook een kleine sterke man natuurlijk. TV af, we kijken natuurlijk naar Mabel Racing. Tom Mandenmakers. FCC de Wheelies is hier met Bram van de Hunning. En dan de man die eindelijk de aansluiting, moet niet eindelijk zeggen, die de aansluiting begint te vinden bij de internationale elite man. De CRT Raalt in het zwart, Mitchell Schotman. En de laatste man, de enige vertegenwoordiger bij de mannen hier van ons nationale team. Laat je horen voor Niels Bensing. Finale elite man. Final race of today, man. Hij liet met een goede start daar voor Schotman. Schotman is heel goed weg, samen met Bensing. En Bensing zit aan de binnenkant, maar Schotman zit ernaast. Schotman gaat door. Bensing houdt daar ietsje in, dus Schotman krijgt vrijbaan. Schotman nu aan de leiding. Bensing volgt, er is het Gino de Weijer, de Belg. Overigens is toch nog onze eigen Tommetje Wandenmakers daar op de derde plaats. Wandenmakers inderdaad voor de Belg. Helemaal voor is het Mitchell Schotman. Dames en heren, laat je horen voor deze man. Prop te zien. Mitchell Schotman, CNT Raaltena. Bensink, hij dus aan de leiding, gaat hij de winst pakken, hij gaat het doen, Schotman of toch Bensink, Schotman of Bensink, oh, het is close, er is een fotovirus volgens mij, ik zou zeggen vanaf mijn gezichtsveld dat het Schotman is, maar ja, ik durf het niet met zekerheid te zeggen.